Janine er niet? Nee. Weet je toevallig ook waar ze is? Nee. Hoezo? Ludo, Nou, weer. Grappig. Weer? Wat weer? Wij kwamen elkaar tegen bij Isabella. Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ik ben toch gegaan en dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb een afspraak. Wat deed jij bij Isabella? Kennismaken. Ik ben bang dat ik het verpest heb. Ik wilde namelijk uitleggen aan de... Meneer, er is bezoek voor u. Wij, Amy en ik hebben besloten dat het beste keer kan dat ze hier is zonder dat ik... op mijn lip zit. Dank je. Schikt het vandaag? Ja, het schikt altijd. Oké. Nou, krijg ik een knuffel? Gedraag je, hè? Dank je wel. Nou, de vorige keer dat je hier was, heb je de paarden gezien. Maar wil je er nu op rijden? Je houdt ze als baby's in je armen. En je hebt 100 plannen, beelden, ideeën. Maar wat je vooral plechtig met jezelf afspreekt, is dat je ze altijd zult respecteren. Wie ze ook worden, wat ze ook doen. Wij respecteren en waarderen onze kinderen. Ja, zij voelen dat niet zo. Doe ik bekrompen? Tegen Ronja, doe ik zo omdat ik het zelf niet aan kan? Wat aan kan? Dat ze zich losmaken. Ik zeg al tegen jou dat jij het niet aan kan, maar ik reageer precies hetzelfde. Je maakt je zorgen. Ze is mijn dochter en ze komt bij mij om iets te bespreken en ze maakt zich kwetsbaar. En wat doe ik? Maar ik denk ook dat het een vlucht is en dat ze... Ja, haar problemen probeert te ontlopen nu door dit experiment. Heb je haar dat gevraagd? Nee, je hebt het gehoord. Ik kwam niet eens verder dan de eerste zin. Ze is in therapie. Ja, en daarom heb ik het ook nooit moeten zeggen. Elisabeth helpt haar. Het enige wat ik hoef te doen is haar moeder zijn. Fijn. Wat? Nou, fijn. Dat je niet zegt, zie je wel. Zie je wel dat jij het ook niet kan. Zie je wel dat het niet aan mij ligt. Dat zie je zelf ook wel. Ja. Maar het is zo makkelijk om een ander iets te verwijten. Zo moeten wij met ze praten. Zo zoals wij nu hier zitten. Ja. Ik weet het. Het zijn geen kinderen meer. Dat zeg ik vooral tegen mezelf. Weet ik.